Ben je boos op haar? Absoluut niet. Nee. Maar ze mag niet liegen. Hè? In mijn ogen staan er gewoon te veel mensenlevens op het spel. Ik ben de inspiratiebron geworden van illegale drugs. Nieuws. Nou, het is Goede Vrijdag vandaag en we staan met z'n allen in de rechtbank in Amsterdam. De hele vaderlandse pers is uitgelopen. Belangrijke zaak, Yvonne Kolderweijer tegenover Samantha Steenwijk. Want ja, heeft ze nou wel of geen afslankpillen gebruikt? Nou Yvonne, wat een bijzondere dag vandaag. Ja, helemaal zin in. Ben je zenuwachtig? Nee. Even serieus, waar gaat het nou eigenlijk over? Ja, vertel mij maar. Ik snap dat ik natuurlijk, de BN'ers, ik ben een beetje een pain in the ass. Ik snap het wel. Maar ja, in the end ben je gewoon een BN'er. En hoge bomen vangen veel wind. En dan verdien je er geld mee. En dan is het leuk. En af en toe gaat er gewoon een keer een roddel over je rond. Ja, en dan moet jij dat even delen met de mensen. Dan moet ik het wel even delen. Iemand moet het doen. Iemand moet het doen. Ik offer mezelf op. Nee, maar ik geloof ook echt in dit geval dat zij die dieetpillen heeft gebruikt. Ja, want zij schijnt illegale afslankpillen gebruikt te hebben. Ja. En daar ben jij op een of andere manier achtergekomen. Zij ontkent het, maar jij zegt heel stellig, het is waar. Ja. Dat gaat vandaag dan ook blijken in de rechtszaak. Ik moet aantonen aan de rechter dat ik niet onrechtmatig heb gehandeld. Dus dat ik voldoende bewijs heb of onderzoek heb gedaan voordat ik het heb gebracht. Ja. Dat is eigenlijk het enige wat ik moet aantonen. Dat ik niet iets tegen de wet in heb gedaan, zeg maar. Het is toch ook een beetje gênant, ook voor die rechters. Hè? Die hebben het al zo druk en dan moeten ze het gaan hebben over afslankpillen. Echt gênant. Ik vind het echt gênant om daar de Nederlandse staat mee lastig te vallen. Serieus. Ja, het is ook wel jouw naam die daar ook weer aan gebonden zit natuurlijk. Ja, maar ja, zij klaagt mij aan. Ja, ik heb echt best wel mijn best gedaan om het zeg maar buiten de rechterlijke machten op te lossen. Maar het was blijkbaar niet voldoende. Doet zij het ook een beetje voor de aandacht wellicht? Want ja, haar naam zeg maar niet zo heel veel, maar ineens zie je haar overal. Ja, Samantha die heeft zelf nog nooit een hit gescoord. Maar die vindt het leuk om zeg maar, als ster in BN'er-programma's op te treden. Misschien dat ze een beetje dacht, goh, ik word niet meer gevraagd. Laat ik eens even live voor Yvonne voor de rechter dagen voor een beetje juice. En ook in de discussie met de raadsman van Samantha Steenwijk heeft Yvonne Kolderweijer geen daadwerkelijke weerlegging gehoord van de uitingen, anders dan dat dit niet waar is. Citaat, ik ben hier voor de juice. If you don't like it, go fuck yourself. Meneer de president, het is geen Nederlands, maar wel heel duidelijk. Ik vind het nogal overdreven dat we hier vandaag moeten zitten voor dit onderwerp. Mevrouw is een BN'er. En ik accepteer op geen ene vorm dan ook dat mevrouw Kolderweijer met haar leugens een deuk in mijn carrière op laat lopen. Nou Yvonne, wat een lange zit. Vreselijk, het duurt zo lang. Zo, ik zat erbij. Ja. Ik had moeite om wakker te blijven. Ja, zie ik aan, ja. 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 Wat vond je ervan? Ja, ik vond het hartstikke leuk om te doen. Dat is mijn werk ook. Ja. 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 En heb je Samantha Steenwijk eigenlijk nog gesproken ook? Nee. Heb je haar überhaupt wel eens gesproken? Nee, nog nooit. Is dat misschien een idee om eens een keer het gesprek aan te gaan? Dat was een idee geweest als ze problemen had gehad met iets wat ik in mijn video had gezegd. Ja. Had ze natuurlijk ook gewoon eventjes een berichtje kunnen sturen. Ja. Maar ben je boos op haar? Absoluut niet. Nee. Maar ze mag niet liegen, hè? In mijn ogen staan er gewoon te veel mensenlevens op het spel. Ik ben de inspiratiebron geworden van illegale drugs. En dat wil je niet. En zij doet dat natuurlijk allemaal een beetje lacherig over. Maar als ze straks gewonden vallen, dat wil ik niet meer geweten hebben. En dat is de reden waarom ik hier sta. Dit is echt niet, dit is niet wat ik wil. Dit is ook niet waar ik voor gemaakt ben in het leven, denk ik. Ik wil gewoon lekker mensen entertainen, mensen blij maken. En niet al deze ellende aan mijn broek hangen. En dat heb ik hier ook niet voor gezorgd. Hè. Ik ben niet degene die dit in de pers en de media heb geroepen. Dat heeft de tegenpartij gedaan. Die wilde er een mediacircus van maken. Ik niet, absoluut niet. Over 14 dagen de uitspraak. Mocht je dit nou verliezen, wat dan? Niks aan het handje, want iedereen weet als ik nu een rectificatie plaats, dat ik het toch niet meen. Dus er viel hier ook helemaal niks te halen voor Samant, behalve misschien 5000 euro. Ja, als ze daar heel blij van wordt, dan zal ik dat aan haar geven. Maar geen hoger beroep dus, of iets dergelijks, als ze verloren wordt? Nou, daar heb ik echt helemaal geen zin in. Jij? Ik wel.